Hij ziet eruit als een gewone raceauto, maar is het niet. Het verschil zit hem aan de binnenkant. De auto van Electrawinds rijdt niet op diesel, maar op dierlijke afvalvetten. Verwarmd tot zo'n 80 graden, want anders zouden ze stollen. Dit is afval van dierlijke vet. Ik ga een voorbeeld geven. Je vindt een dode koe in een wei. We smijten dat in een maler. We maken daar een pap van. Die pap die komt bij ons in de raffinage. We halen de fosfor uit. En wat overblijft is voor ons een brandstof. Van dat dierlijk vet maken ze in Moeskroen al 3 jaar groene elektriciteit. Maar medewerkers van het bedrijf willen nu voor het eerst testen of er ook een auto kan oprijden. Het is een stunt. Hè? Ooit heeft iemand gezegd, dat is niet mogelijk, heeft nog niemand gedaan. En bij ons, bij Electrawinds, is dat voldoende om dat dan toch te doen. Hè? Maar we zijn toch redelijk hoeveel. Hè? Dus nu wordt er gestart op mazoet. Ja? Want één keer, de motor moet eerst op temperatuur komen. En eens dat hij op temperatuur is, dan kunnen we overschakelen op bio. Om het experiment in de verf te zetten, willen ze in Moeskroen 24 uur lang racen. Want het is niet omdat een elektriciteitscentrale draait op dierlijk afval, dat ook lukt met een auto. Maar dat is de challenge nu, dat wij willen aantonen dat het mogelijk is om een wagen te laten rijden op dezelfde brandstof. En dat 24 uur lang? Dat 24 uur lang 1000 kilometer. Ze denken daarvoor zo'n 70 liter biofuel nodig te hebben. Morgenmiddag weten ze of het experiment is gelukt. Aan de omkadering zal het alvast niet gelegen hebben.